Oud-leerlingen van de Aloysius School hebben vandaag officieel het staatszijn gegeven voor de bestrijding van een houtluizenprobleem op de instelling. De school kampt al een hele poos met een houtluizeninvasie. Oud-leerling Doreen Zeng kon dit niet langer aanzien en besloot samen met een aantal andere oud-leerlingen actie te ondernemen. Er is geld bij elkaar gezet en een ongedierte bestrijdingsbedrijf in de arm genomen om de school van het probleem te verlossen. De school gezien, we hebben ook gezeten met u, juffrouw Alice. We hebben toen ook gevraagd, is er iets dat wij terug kunnen doen voor de school? Is er iets dat gedaan zou moeten worden? En toen kwam het balletje rollen van, ja, we zitten nu met een houthuisprobleem. Ja, dat is waar. Jared en ik hebben nog dezelfde middag gesproken. Jared van, laten we iets terug doen voor de school. Laten we andere leerlingen van onze tijd optrommelen, vragen van, hey, we willen wat terug doen voor de school. Willen jullie ook daaraan meehelpen? En zodoende is Diego ook erbij gekomen. Het is echt een dertiental oud-leerlingen die toen hebben toegezegd van ja, we ondersteunen het, we gaan ervoor. De leiding van de school is blij dat de oud-leerlingen wat terug doen voor de instelling. Vooral met het oog op de huidige economische situatie waarbij de school moeilijk voor klusjes kan betalen. Remiel Manichant, directeur van het ongedierte bestrijdingsbedrijf Alpha Control, zegt dat zijn bedrijf ook een goede offerte heeft opgemaakt om de kosten zo laag mogelijk te houden. Ook geprobeerd een hele goede offerte uit te brengen en tegelijk dan bemiddelen over een goede prijs. Het idee dat oud-leerlingen helpen aanbieden bij die school, vinden wij prachtig en hebben we ondersteund. Wat belangrijk is om te weten, is dat er ook voor de school speciale pesticiden zijn gekozen die veilig zijn voor de omgeving en voor het hele milieu, de kinderen en zo. Daarnaast ook wordt er buiten onze reguliere werktijden gewerkt om zo min mogelijk last voor de omgeving en de school zelf te zijn. Ja. Ja. Aldus Remiel Manichant van Alpha Control. Hij sprak vandaag op de Aloysius School waar oud-leerlingen de instelling hebben bedacht middels het bestrijden van het houtluizenprobleem.